Goedendag allemaal. Mijn naam is Erik Scherrer. Ik ben hoogleraar klinische neuropsychologie hier aan de VU. Ja, we zitten met z'n allen thuis. Maar dat thuis zitten, hè? Dat zitten, daar wil ik het even met u over hebben. Want dat is toch de uitspraak dat meteen we zitten thuis. Maar dat zou toch jammer zijn als we dat te letterlijk nemen. Want dat zitten, daarvan is inmiddels best heel goed aangetoond dat het onder andere geen gunstig effect heeft op uw afweersysteem. Het afweersysteem, waarvan we juist denken van, kom aan, dat willen we nu in ieder geval zo hoog mogelijk krijgen. Dat afweersysteem gaat wat onderuit, wordt wat minder goed als u nu echt letterlijk thuis zou zitten. Hè, of veel zou zitten thuis. Ja, en je kunt er natuurlijk verschrikkelijk veel aan doen. Als je thuis bent, kun je dus denken, oké, kom, dit is de gelegenheid om nu eindelijk eens eventjes die zaak bij te pakken. En te denken, wat kan ik thuis doen? Of eventueel, zolang we nog naar buiten kunnen, kunnen we ook natuurlijk buiten heel veel doen. Bijvoorbeeld gewoon fietsen en wandelen, met de kinderen buiten spelen. Niet in grote groepen natuurlijk, klein, apart, allemaal prima, maar u kunt er wel op uitgaan. Dat is één. Als u denkt, ja, maar ik kan niet naar buiten of ik wil het niet, om welke reden ook, dan zijn er natuurlijk zat mogelijkheden om thuis te denken, ik moet elke dag zorgen voor een goede conditie. Hele mooie literatuur over wat er gebeurt als u gaat bewegen op uw afweersysteem. T-lymfocyten, onze witte bloedcellen, belangrijk bij de afweer. De natural killers, de NK-cellen, die al die zaken, alles wat binnenkomt, als iets wat je niet wil, hè, wordt gekild. Hè. Prachtig, hè. Neutrofiles, hè, die vreet ook alles op wat niet deugt. Hè. Dat is fantastisch. Dus dat gaat allemaal omhoog, zo gauw we gaan bewegen. Ik zeg erbij, matig intensief bewegen. Niet te gek maken, want dan zie je dat het een beetje weer ombuigt. Hè? Dus dat is nou jammer. Dat moet je niet te gek doen. Maar wel matig intensief bewegen. Dat je denkt, hé, ik voel een beetje mijn hart. Ik voel een beetje dat ik me inspan. Dat is perfect. Nou, wat ik bijvoorbeeld zelf doe. Ik weet niet of je het wil weten hoor, maar als ideetje. Hè? Dus ik ga mezelf, ben ik aan het opdrukken. Hè? Fantastisch. Oh, goed. Je voelt die ademhaling, die gaat echt er tegenaan hoor. Ik ga planken. Ik doe ook veel aan dat squatten. Hè, dat squatten. Ik heb ook een paar gewichtjes liggen. Je kan allerlei dingen doen. Hè. En dat geeft je merk gewoon na zo'n half uurtje. Joh, dan heb ik echt mijn systeem aangemaakt. En het leuke is dat je circulatie, je bloedsomloop, neemt toe. En wat gebeurt er bij de toename van je bloedsomloop? Dan gaan dus die T-cellen en die NK-cellen, de hele mikmak, loopt nog meer door je lichaam heen. Afweer wordt daardoor beter. Nou, niemand beweert dat je daardoor dat coronavirus niet krijgt. Want er zijn fitte mensen die het ook krijgen. Maar het gaat erom of we de risico's erop kunnen verkleinen. Of als het u overkomt, dat dan het ziektebeeld milder verloopt. Dat is natuurlijk super. En als we het allemaal doen, vergis je niet, als we het allemaal doen, hè, solidariteit, hè, dan maken we die mantel, weet je wel, die muur die we opbouwen voor die anderen, maken we daar geweldig voor. Dus al met al, hè, is het natuurlijk fantastisch als we denken, kan, we gaan er tegenaan, elke dag, thuis of buiten, maar ook thuis, kan u het allemaal doen. En dat zou ik echt fantastisch vinden. Nou, ik wens u onwaarschijnlijk veel succes. En nou, zet hem op, hè. Bye bye.